ben Joost Nusselder van speelkeuze.nl en als jij leuke ideetjes wilt om te spelen met je baby, is deze video voor jou. Vandaag heb ik een aantal speeltips voor baby's in hun 7e week. We hebben ook 52 weken aan speeltips op ons blog en ik zet de link hieronder in de beschrijving. Oké, laten we starten. Spelen met je baby van 7 weken. Nummer 1 is tik, tik, tik. Zing met je baby op hun rug een liedje. Tik al zingend op de onderkant van hun voetjes samen met het lied. Je baby zal het geweldig vinden om je stem te horen en het tikken geeft ze een nieuwe geluidservaring en het kietelen geeft ze een nieuwe tastervaring. Het helpt de baby hun luistervaardigheid te ontwikkelen. Nummer 2 is klap eens in je handjes. Klap zachtjes de handen van de baby in elkaar met wat muziek. Breng de armen naar voren en klap over hun hoofd, dan rechts en links op het ritme. Dit helpt de baby lichaamsbewustzijn te ontwikkelen. En nummer 3 is fietsen. Terwijl de baby op zijn rugje ligt, doe je alsof de baby fietst door zachtjes hun enkels vast te pakken, de benen uit elkaar te houden en ze in langzame cirkels te bewegen. Vertel je baby wat je doet in eenvoudige taal. Fiets, 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 fiets en stop! Het helpt de baby motorische en gehoorvaardigheden te ontwikkelen. Dit waren de activiteiten en tips voor deze week. Klik hier voor de playlist. Klik hier voor de playlist met alle activiteiten en tips voor baby's. En subscribe om meer van ons te zien. Of kijk op speelkeuze.nl als je inspiratie nodig hebt voor leuke spellen of speelgoed voor je kind. Leuk dat je er was om mijn tips te bekijken. En zoals altijd, heel veel speelplezier!